Yo mensen, leuk dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe serie. En daarvoor ben je hier ook voor Symbolica, de nieuwe attractie die in 2017 open gaat in de Efteling. We zitten nou bij Polles Keuken en daar zijn ze al een beetje aan het bouwen ofzo, of tegels weg aan het halen. En ik zou zeggen, volg deze hele serie van mij, want bijna elke week komt er wel een bouwupdate online. Symbolica. Nou, we zitten dus bij Symbolica ongeveer, ja, waar ze aan het bouwen zijn. En laten we er maar even heen gaan. Nou mensen, we gaan dadelijk bij een betere staan, maar ik zie hier een pad. Ik weet niet of dat nieuw is, volgens mij wel. Kijk, hier hebben ze zeg maar een nieuw pad gemaakt en ik denk dat dat het nieuwe pad naar Ruigrijk wordt. We staan zeg maar hier zo, hier bij die schatkist eigenlijk. En daar zo, als je het goed kan zien, is nog die fontein. Hij is uit. Ja, dat is wel logisch eigenlijk, maar maakt niet uit. En daar gaan we even daar zo heen, want daar kunnen we misschien wel beter zien. Oké, we staan nou hier ongeveer op deze hoogte en hier heb je een heel mooie inkijk, zeg maar. Ik noem maar even zo. Dus ik ga hier even een beetje kijken. Ja, het is op zich wel, alle tegels zijn al weggehaald een beetje. Hij is even de sloot leeg aan het scheppen volgens mij of iets. Ik weet niet wat hij aan het doen is met zijn graafmachine of zo, wat het ook is. En hier is allemaal beton. Ik weet niet waarvan het is. Volgens mij van paal of zo. Ik weet niet. Oké, zien jullie daar aan de overkant het hek? Dat witte hek, zeg maar. We gaan even daar naartoe en misschien kan je er daar ook wel overheen kijken. En dan kunnen we de andere deel van de bouwplaats zien. Dus als dat kan, tot zo. Nou, we staan dus bij de pagode, maar hij is nog steeds gesloten. Dat is echt fucking jammer, want anders kunnen we vanaf bovenaf ook filmen. De volgende keer. Maar ja, we gaan nou weer even daar zo weer even de bouwupdate verder maken. Want daar is het hek en dan kan je gewoon langs lopen. Dus dat gaan we doen. En ja hoor, weer een mooie opening waar je precies doorheen kan kijken. Dus oké. Ik had eigenlijk verwacht dat je iets verder erin kon. Maar ja, maakt niet uit. We doen even zo. Hoppa. En hier zie je niet echt iets. We gaan even verder lopen. Misschien staat daar het hek wat dichterbij. Ik weet niet echt of je hier nog iets kan zien, maar hier hebben ze wel stoep open gehaald weer. Voor de rest niet veel. Daar verderop is namelijk de stoep alweer dicht een stukje. Eigenlijk is dat gewoon de brug, maar verderop is gewoon weer zand. Nou jongens, ik sta nu op de brug waar bootjes onderdoor komen en hier zo kan je het ook wel goed zien een beetje. Maar ze zijn daar een beetje iets aan het graven of zo, ik weet niet, sloot of zo. En voor de rest is eigenlijk alleen maar zand. En nog helemaal niks eigenlijk. Nou mensen, dit is het einde van deze eerste bouwupdate. Ik zou zeggen, tot de volgende bouwupdate. Blijf lekker deze serie volgen. Wil je nou meer van mijn kanaal zien, dan kan je dat gewoon doen. We hebben allemaal opdrachten ook in de Efteling. We zijn ook eentje aan het opnemen dat we heel verschut... dingen op gaan meten. Dat is fucking grappig. Dus, houdoe.